We gaan een minestronesopje maken. In mijn kookboek nummer 1, de groene, heb ik een tomaten minestronesop klaargemaakt. Ja. Nu vandaag gaan we eerder een lente minestronesop. We bedoelen een lichte soep zonder de tomaten erin verwerkt. Als ik minestronesop maak, ik doe dat regelmatig, één keer zeker in de week. Waarom? Groentjes die ik over heb, duw ik eigenlijk in mijn thermomix en op die manier hebben we een gemakkelijke minestrone groentesoepje. Wat belangrijk is wel, als je prei gebruikt, ga je die prei best in stukjes zelf snijden. Waarom? Als ik prei in de thermomix zal mixen, heeft dat zo een beetje een wrange smaak. Maar de andere groenten, gewoon wassen in grove stukken. En dat is het leuke aan de thermomix, dat we dat daar gewoon allemaal kunnen indoen. Dus we gaan hier de courgette insteken. Een wortel. Het was eigenlijk een grote wortel. En ik heb een zestal asperges. Gewoon geschild wel. En in twee gesneden. En nu gaan we, de prei gaan we mee wachten. Die gaan we straks gewoon toevoegen. En nu gaan we 2 seconden snelheid 5. We gaan even kijken de grootte van de groentjes, of dat het oké is. Ja, het ziet er heel goed uit. Zo, we gaan de prei toevoegen. Zo, dus die heb ik al in stukjes gedaan. We gaan water toevoegen, dat dat helemaal onder staat en zelfs meer. Normale soep zijn we altijd, zorg dat het gewoon ander staat. Maar natuurlijk, hier wordt er straks niks gemist. Hier gaan we gewoon de pot redelijk vol voelen. Ja, we gaan die strakjes niet mixen uiteraard. Bouillon, dat mag groentebouillon zijn, dat mag kippenbouillon zijn. Zo. Voilà. En nu is 12 minuten. ~100°. Een belangrijk punt bij een minestrone is wel dat je linksomdraai doet, dus dat dat niet blijft snijden, want anders gaan we blijven de groentjes snijden en blijft er van onze minestrone niet veel meer over. Snelheid 1,5. Zo. Zo. Soepje is klaar. Spijtig dat de camera geen geur heeft, het is mega lekker. Wat nog belangrijk is, is eventjes peper en zout. Normaal gieten wij ons soepje eigenlijk uit, rechtstreeks, zonder een soeplepel. Maar met dit soepje heb je wel een grote soeplepel nodig. Waarom? Dat anders ga je de ene wat meer groentjes dan de andere hebben. Hè. Dus maar we gaan het zo kunnen serveren. Zo. Dit is mijn minestronesoepje.